Oh nee. Godver. Nee, maar dat is niet blauw. Oh mensen, goedemorgen. Zonder zorgen. Ja. Zo, ik ga lekker koffie drinken. Daar heb ik fucking veel zin in. Jezus, het is zo'n ochtend. Moet je kijken. Oh nee, fucking nasty man. Ik had geen koffie erin gedaan. Fuck. Kut. Ja, nou moet ik overnieuw melk maken. Voor de mensen die niet begrepen wat ik bedoelde. Er moet dus een soort van een dingetje in hier. Dit dingetje. En het gaat de hele tijd... Doe ik daar dan, er zit een oude in. Kom mensen, jullie gaan lekker mee melk halen. Maakt niet uit. Oké, hoe ik koffie maak mensen. Het is heel simpel, ik ga jullie even draaien. En laten zien, hè, Matsie. Oké, dan stoppen we hier gewoon snel scherp aan, Matsie. Dit moet je scherp laten stellen. Nee, godver. Nou, hè, wilt hij eindelijk scherp stellen? Je doet de melk in. Oh, lekker. Echt lekker. Oh, je wordt je daar helemaal blij van. Tering, jongetje. Was zo blij van. Man, oh man, oh man. En als je dan melk erin hebt gedaan, ja jongens, ja. Ja, ik weet het, mijn haar is een kakje, een poepje. Je kan het van alles noemen. Maar dat gaat de pret natuurlijk niet verderven. Mijn broer zit te slapen, ik zit gewoon volop herrie te maken. Zo, we gaan even die melk erin stoppen. Zo. Ik doe dit altijd gewoon lekker 1 minuut. Waarom? Omdat het mij helemaal geen interesseert boeit. Ga er maar lekker op. Ja, goed zo. Ga er maar lekker. Ja, even lekker op. Ja, goed zo. Ja, lekker. Oh, de melk is klaar. Yo, welkom melk. Yo. En moet je even voelen of het warm is? Ja, dit is wel. Ja, oké. Okay. Lekker hè, zo'n dagje vrij, zeuken. Je hebt de melk in mijn hand. En dan gaan we eerst, want anders ga ik weer die fout maken die ik er net heb gemaakt. En dat gaan we niet meer flikken hoor. Wij ben je nou helemaal betoeterd. We gaan even kijken. Ik ga even zo'n koffiepetje nemen van de Jumbo. En dan gaan we hem in de koffieapparaat steken. Ja. Wacht even. Kijk eens, hallo meneer koffieapparaat, ga erin. Oh shit, ik moet dit nog eerst even... Wow, wat een chaotisch leven heb ik zeg. Hupla. Zo, iedereen. Je zou denken, wat ben je allemaal aan het doen? Ja, weet ik ook niet hè mensen. Het is gewoon hectisch. Dank je wel. Ga goed wit balansen. Dat vraag ik niet aan jullie hoor, maar aan de camera. Oké, als het goed is... Zit dat fucked up ding... Godgeloeiende zeg. Nou ga je er gewoon in blijven, kut ding. Voordat ik... Waarom zitten daar nou opeens 2 in terwijl ik alles heb weggegooid? Begrijp jij het of begrijp ik het? Jezus. Het is alsof ik Hans Klok ben, man. Niet normaal, man. We gaan even kijken wat er in... Oh, in shit. Oké, dat zit erin, mensen. Ik kom niet uit mijn woorden omdat het ochtend is en we gaan hem gewoon aanzetten. Oké,
kutsen. Ik ben veel te druk in de ochtend, man, bro. Dit is, het is niet goed. Oh, flikker. Ik wil bijna weer het woord zeggen, maar ik dacht ook, oh god. Als ik het nu verknal, hè. Serieus. Kom op, kom op. Kijk hoe mooi dat eruit ziet. Teringantje. Teringantje. Is het warm genoeg? Ja, het is warm genoeg. Oké, mensen. Jullie willen zeker weten hoe dat bakje koffie proeft. Gaan we even kijken, mensen, hoe die proeft, hoe lekker ik hem vind. Ik wil er altijd suiker in. Ik weet niet waar de suiker is. Waar is die fucked up suiker gebleven? Ah, weet je. Ik ga niet weer de suiker. Oh, daar staat hij. Daar staat hij. Laat maar. Allemaal weer intrekken. Huppla. Godverdomme. Even kijken. Zit er wel genoeg in? Ja, zeker. Er zit zeker genoeg in. Man, oh man. Moet je kijken wat een kut weer, zeg. Kijk eens wat een klote weer. Godver. Het is aan het hagelen. Aan het winderen. Godver, zeg. Jezus. Dat is mijn fiets, ja. Omdat ik geen auto heb. Wow. Alsof je gebombardeerd wordt door eekhoorns. Man, oh man. Wat gek geit allemaal. Daar liep iemand. Wow. Oké, ja toch. Jullie hebben het wel gezien. De suikers en de dingen. Je weet zelf. Heb ik dit net even snel bedacht. De suikers en de dingen. Oké, mensen. We gaan het even bekijken allemaal. Oké, dit is mijn kopje koffie. Hier is de suiker. We gaan het gewoon doen, weet je. Ik hoop niet dat mijn broer langskomt. Kijk hoe ik tril, Mattie. Moet je kijken. Dat is gewoon niet, man. Dat komt door al de suikers die ik gisteren heb genomen. Fucken die fuck, zeg. Nou, nog een klein beetje erin. Ah, helemaal mooi. Helemaal mooi. En dan ga ik natuurlijk nog niet proeven. Ah, jullie dachten dat wel, hè. Ik wou jullie bijna sukkels noemen. Echt bijna. Maar nee, jullie zijn wel lauw, man. Zeg eerlijk, zonder jullie... Ja, zonder jullie geen YouTube, toch? Oké, we gaan weer roeren. En als we geroerd hebben, dan gaan we proeven. En dat vind ik fijn. Oh, nee. Godver. Nee, maar dat is niet lauw. Ik kan wel lauw gaan doen, maar zo lauw over de iPad kan niet, man. Ik heb onderhand al 5000 slokken genomen. Waar jullie gewoon niet gekeken hebben, weet je. Kijk wel erin. Ik heb bijna in deze vlog een iPad naar de tering geholpen. Nou, gaat lekker. Gaat lekker. Nou, we gaan lekker koffie drinken. God, gloeiende rug. Mijn leven, man. Daar wil je niet in, belanden. Dat is gewoon niet normaal. Zo, wat is dit eerste slokje toch lekker. God, gloeiende zeg. Jezus, was dit lekker. Jezus, ik wil koffie. Ik ga gewoon een koffiefabriek beginnen zo. Ik vind het zo lekker. Man, oh man, oh man. Wat vind ik het lekker. Hè? Nou mensen. Ik zag dat de camera weer aan stond. Dus ik dacht even weer een beetje gaan vloggen. Maar ja, wat ga ik vandaag doen? Dat weten we niet. Dat weten we niet. Dat gaan jullie zien. En ik ga wel proberen om te filmen. Dus dat jullie wel wat te zien krijgen. Dus het komt helemaal goed. Gaat helemaal goed komen. Helemaal fijn. Ik heb nog een frikandelbroodje liggen. Zou ik die eten of niet? Nee, ik ga er wel eentje halen. Ja, dat is beter denk ik. Ik ga er wel even eentje halen. Ik wil even een shout-out geven aan iemand. Dat is gewoon echt serieus. Ik heb hem al een tijdje in de gaten op YouTube. En ik denk echt zo van... Wait, yo, jij bent super lauw. Jij bent echt lauw. Kijk, het is zeg maar iemand die dan gaat interviewen op Centraal of andere plaatsen. En dan gaat hij mensen vragen stellen. Maar dan gaat hij Engels praten en dat lukt dan niet. Je moet even kijken. Dikke shout-out naar Rarko. Ik geloof dat best wel veel mensen hem al kennen. Want hij heeft wel 47k. En shout-out naar jou, Rarko. Sowieso, ga door met wat je doet. Want het is super grappig. En ik moet gewoon... Ik moet gewoon lachen. Dus ja.
Mensen, je zou denken YouTube vlog is leuk. Nee hoor. Kijk maar, wacht even, ik ga het jullie laten zien. Wacht even, wacht even. Ik moet ook gewoon de vaatwassen doen en zo. Denk je dat het allemaal leuk is altijd? Oh, ik ben een lepel vergeten. Wacht even. Oh, die krijg ik er weer niet uit. Teringhandje. Luister, dan heb je het allemaal afgeruimd. En dan moet je het ook allemaal weer inruimen. Hoe kut is dat? Hoe kloot is dat, man? Oh, fout. Hup. Daar gaat ie. Hopla. Ja. En dus dan ga ik even alles doen. Zie ik jullie zo weer. Oké, ik moet erkenning in de video zetten. Chocomel, iedereen kent het. Oh, fuck. Fuck. Waarom? Waarom gebeurt mij dat altijd? Fucking chocomel in mijn oog. What the fuck? Nee, dat is niet leuk. Oké, jullie kennen het allemaal wel. Zeg maar chocomel. En als je dat dan drinkt, moet je dat eerst goed schudden. En dan moet het niet fout geschud worden. Ik ben echt zo'n type die gewoon fout gaat schudden. Maar nu gaat het goed, mensen. Het gaat fantastisch. Bom-bom-tastic. Oké, we gaan het hierin gooien. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, mensen. Oké, daar gaan we. Oh, lekker nostalgie. Dat moeten we hebben in de video's. Hopla. En ja. Ik ga even lekker drinken. Besef dit. Dit heeft de camera nog nooit goed gedaan. Scherp stellen op één kut klein kut dingetje. En nu wel. Nou. Oké, mensen. Ik ga even douchen en zo. En dan gaan we toch naar stage. Want ik heb toch niks te doen. En dan kan ik het editen en zo. En dat is wel leuk. Hè? Dat is wel leuk. Ik ga naar boven. Ja. It's a beautiful day. The sun is weg. Loesu. Ja. Ik wed voor 100 euro dat dat ding gaat vallen. Omdat het altijd gebeurt als ik dit ding omhoog doe. Gaan we. Wow, ik had het je nog gezegd. Ik had het je nog gezegd, Mattie. Kijk, wat ligt er op de grond? Inderdaad, ja mensen, en dan ga je tanden poetsen, wijtje. Wow, deze setting heb ik nog nooit gedaan. Ja, jullie begrijpen mij. Even kijken. Ik weet niet of jullie mij begrijpen, maar ik ga een beetje gel in doen. En dit is zeg maar witte gel. Dus dat wordt eerst wit. En lijkt het net of ik, ja, hoe kan je het zeggen, witte verf in mijn haar heb. Maar dat gaat weg, mensen. Dat gaat zeker weten weg, hoop ik. Anders zit ik er aan vast. Kijk dit. Jezus. Dat is toch geweldig, dat is toch leuk. Lijkt net 10 jaar ouder. Ja. Ik lijk net 10 jaar ouder. Wow. Mensen gaan echt denken, wat heb je gedaan? Heb je vanochtend, ben je met de verkeerde been uit bed gestapt of zo? Dat gaan ze dan denken. Denk ik. Ik weet eigenlijk niet wat mensen gaan denken. Ik moet meer een beetje skijt hebben, man. Ja. We doen het er maar mee, jongens. We doen het er maar mee. Ja. Oh, what the fuck.
Ik heb verf op mijn voorhoofd. Wacht even. Dat kan natuurlijk niet. Mensen gaan echt denken, heb je nee, ik ga dat niet zeggen. Zo, sorry mensen, dat is ordinair. God, god, god. We gaan naar beneden. We gaan naar beneden, we gaan naar Rotterdam, eindelijk. We hebben tanden gepoetst. We hebben gewoon heel de ochtendritueel van iedereen gedaan. En nu gaan we lekker tanden poetsen en zo. Dat heb ik al gedaan trouwens. Het is bokkenweer, het is kutweer, het waait. Helemaal kloten. Maar ja, dat gaat de pret niet verderven, mensen. Ik ga denk ik de fiets pakken. Naar de bus toe. Yo, fakaji, yo, ja. Yo. Oké, mensen, ik ben bij Centraal Station. Ik ga de lift nemen. Ik heb niet gefilmd in mijn wijk, om het zo maar te zeggen, Bergsnoep. Omdat jullie dat al te vaak hebben gezien. En dat heeft helemaal geen zin, man. Dus we gaan nu de lift pakken. Ik ga niet met de trap, daar ben ik te lui voor, man. Dat ga ik toch niet doen, man. Dus we gaan nu de lift in en dan zie ik wel wat we gaan doen. Trouwens, ik ga even langs de Albert Heijn. Want ja, dat doe ik gewoon, weet je. Dus ja, ik ga even wat drinken halen, denk ik, of zo. Want ja, anders ben ik al op stage en is het helemaal kut. Dus we gaan de lift in. We gaan gewoon even de lift in, jongens. Tering, jantje. Gaan we naar boven. Mensen keken aan alsof ik een aanslag zou plegen of zo. Oh, dit mag ik hier niet hardop zeggen. Sorry, mensen. Sorry. Sorry. Niemand kijkt, maar boeit niet. Gaat om het idee, hè. Gaat om het idee. Fucking hell. En dan zijn we dan. Op Centraal. Zegt ze ook wat leuks? Station, trein, tram en bus. Nou, dankjewel. Oké, mensen. Ik ben op Centraal. Station. Ik ga uitchecken. Als dat lukt. Als dat allemaal goed gaat. Hopla. Zo doe je dat. Ik ga nu naar de Albert Heijn. En dan... daarna ga ik de tram daar pakken. Ik pak altijd de tram zeg maar daar naartoe. Maar dat ga ik nu niet doen. Want ik ga nu eerst naar de Albert Heijn. Dus dan zie ik jullie zo weer. Oké, mensen. We zijn op het Centraal Station. Daar word ik hartstikke blij van natuurlijk. Ik hou mijn kamer altijd heel raar vast. Maar dat doen we gewoon, weet je. Hoe heet dat? Ik ga nu naar de Appie. Heb ik al fucking vaak verteld. Maar laat ik het gewoon nog een keer vertellen. Want dat vind ik wel leuk. En dat is... Daar zo, dat Centraal Station. Ik wijs er nu naartoe. Ik vind het best wel mooi gebouwd eigenlijk, als je het zo ziet. Maar ja, dus ik weet niet wat ik bij de Appie ga halen. Dat zien we dan wel. En ja, dat wordt super leuk natuurlijk. Het wordt echt gezellig. Godverdomme, wat is dat gezellig. Maar dus ja, dan zie ik jullie. Ja. Ik heb er zin in. Ja. Jongens, dat is een tram. Fucking hell. Goh. Oké, mensen, ik ben in de Albert Heijn en ik weet nooit wat ik moet kopen. Ik weet trouwens niet of je hier mag filmen, want sommige supermarkten vinden dat goed en sommige ook niet. Dus het kan ook zo zijn dat er iemand komt van, hey, Arthur, niet filmen, maar dat zien we dan wel. Even kijken. Ik wou dus wat drinken gaan uitzoeken, maar ik weet nooit wat voor drinken ik wil. Allemaal merken en ik heb altijd geen idee wat ik moet hebben, bijvoorbeeld. Dus ja, we gaan gewoon even wat. Ik wil wel gewoon wat lauws uitzoeken. Iets gangsters of zo. Even kijken. Ja, het is allemaal zo standaard. Maar energy vind ik ook een beetje schooltijden. Dat hoef ik ook niet. Weet je welke ik altijd neem? Arizona. Maar ik weet niet of ze die hebben. Nee, ze hebben geen Arizona meer. Fuck. Ja, neem ik gewoon cola of zo. Welke cola zou ik nemen? Cola vernieuwen. Oké, mensen, ik ga met één hand proberen te scannen. Even kijken. Dat gaat. Oké, en dan moet ik even kijken op betaal drukken, denk ik. Ja, joh, ik doe het gewoon. Ik heb het wel vaker gedaan. Ik doe net alsof ik het niet vaker gedaan heb, maar ik heb het wel vaker gedaan. Even kijken, en dan... 1, 2, 3. Even geduld. Ja, man. Hoppakee. En dan heb ik betaald, jongens. Gewoon snel. Hop. En dan ben ik weg. Ik wil niet in de rij staan.
heb ik helemaal geen zin in. Deze wind, die is echt kut gewoon. Echt, ik hoef het ook nog niet eens meer te bliepen. Ik vind het gewoon goed zo. Het is gewoon kut. Echt kloten. Ik ga nu de tram. Ik ga nu de tram halen. Ik weet alleen niet of die komt. Fuck. Fuck duck. Ik weet nog niet of die komt, want er staat geen tijden voor de tram. Dat is helemaal kut. Maar we gaan het gewoon uitproberen. We gaan gewoon kijken. Kijk, daar komt al tram 7 aan. Geen stress. Maar ik weet nog niet of 8 naar Spangen dan komt. Maar dat zien we dan wel. Maar ik ga deze ga ik niet pakken. Dat is niet mijn tram, weet je. Mensen, geen stress. 8 naar Spangen komt gewoon. Dus nou even wachten. En dan naar stage toe. Waar mijn stage is trouwens, dat is even leuk om te vertellen. Dat is bij de Lloydstraat. Dus ja, doe ermee wat je wil. En ja, daar is het dus. Dus ja, jullie weten een beetje wel wat ik daar doe, geloof ik, toch? Ik denk het wel. Dus ja, dat dus. En nou wacht op de tram. Überhaupt of die aankomt, je weet het maar nooit. Bij de RET. Dus we gaan het zien, mensen. We gaan het helemaal bekijken. Nou, oké. Doei. Oh, kijk, dat is mooi. Het bord doet het weer, jongens. Nog even kijken, 3 minuten. Nou, oké, mensen. 3 minuten wachten. Daar gaan we dan voor. Oh. Gaat een beetje fout allemaal. Gaat altijd op YouTube, weet je. Ja. Oké, mensen, ik hoop dat jullie mij horen. Maar dit is de Lloydstraat, zeg maar. Ik ga even wind stilstaan, man. Dat is helemaal kut. Godverdomme ze. Wacht even. Zo, dan sta ik wat beter. Jongens, dit is de Lloydstraat. Ik ben er net bij die tram. Kijk die man daar. Er staat daar één man daar zo. Maar ik weet niet of die wil gefilmd worden. Ik zag een kick erop, hè. Wat zei je? Ik zeg, je kikt op jezelf, hè? Ja, ja. Huh? Nee, ik maak een vlog, man. Ken je YouTube? Die zit hier. YouTube, ken je die? Die doet daar zo vlogs. Oké. Okay. En ja, en ik dacht, weet je, ik ga ook gewoon beginnen. Maar ik ben door YouTube ook geshout-out, vandaar, man. Je moet even kijken, Arthur van Leeuwen. Ja, gedragen. Ja, sowieso. Dus ja. Oh, hallo mevrouw. Hi. En ik heb me laten vertellen, trouwens. Ik word er helemaal gek van. Ja, ik heb me iets laten vertellen. Dat daar zo, dat heb ik al 10 keer verteld of zo. Maar daar is een botenschool. En daar, een bootschool, een havenschool om het zo maar te zeggen. En daar zijn dus mensen aan het leren voor de haven en zo. En superleuk, haal daar kebab. Trouwens mensen, ik ben er bijna. Jullie weten het. Je weet zelf. En ja. Vooral blijven kijken, denk ik dan. Hè? Wacht even een beetje beter vasthouden hoor. Zo. Nou mensen, als jullie dan toch allemaal gekeken hebben, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal natuurlijk. En reageer. En oh ja, trouwens, YouTube die heeft daar zijn. Werk en ja, nou oké, doei, ik ga weer, doei. Ik kik niet op mezelf, oké?